Nou, het hoeft niet, maar ik vind het heel erg lekker, want de oliebollen worden heel erg fris. En dat is wel de bedoeling van, nou ja, lekker zijn natuurlijk, hè. Maar het hoeft niet, hoor. Nee. Ik heb het zo van mijn moeder geleerd. Nou ja. En wij gaan zo door dan, hè. Mm-hmm. In een mixer, ja. Maar als je dat de kloppers gebruikt, dan kruipt het deeg helemaal naar boven. Je deeg soms te nat, hè? Hopla, op de poes ook wat. Zou je denken, het is veel te veel voor zo'n klein beetje melk, maar dat is niet zo hoor. De appels mogen er ook bij. En dan wordt het alles nog een en dan wordt gemixt. Alles nog een keer gemixt, ja. Netjes, hè? Het lijkt wel wat, vind je ook niet? Ja. Ja? Want dat is, als je er een deksel op doet, dan sluit het af. En nou komt er gewoon lucht door. Zo. Nou, anderhalf uur ruizen, gaan wij lekker koffie drinken en afwassen. Oké? En moet je rijken hoe zuurig het ruikt. Maar kijk,
Dan gaat hij weer naar beneden, moet je opletten. Dan gaat hij helemaal. Een beetje overzien zit, dan kunnen de oliebollen niet zwemmen. Dan blijven ze aan de bodem vast. Mm. Dus we doen er meer vet in. En dan heb ik altijd olie en als ook nog. Ja, ja, die moet er ook bij. Er moet eerst een klein beetje lichtblauwe rook afkomen. En als dat goed is, dan doe ik een kwastje brood in. Als het mooi bruin bakt in één keer, dan is het eet genoeg. Kijk, nou, het mooi bruin. Dat heb ik ook van mijn moeder wel, en die kon toen nog geen ijs scheppen. En dan deed ze zo, kijk. En dan deed ze het zo op de lepel en dan ging het helemaal zo en zo en zo. Denk je dat je een mooi bolletje kreeg? En dan liet ze een klein bolletje. Ja, en dan liet ze hem er zo in vlijen. En kijk, en tegenwoordig neem je de ijsschep. Die maak ik even nat, dan blijft de deeg niet aan de schep kleven. Dan ga je geen gaan lopen. Kijk hem niet. Heb je zo. Als je hem daarvoor. Oké. Eerst moet hij in het water. Nou, ik heb nou ook nog even één keer in het water gehad. Kijk, dat gaat eerst, hè? En als het goed is, gaan ze uit zichzelf keren. Ja, doe maar in, dan wordt het vet heet. Ja, nou, laat me zakken schrijven. De volgende meteen. Ja. Even gelijk maken.